Dag meneer, waarvoor zijn we hier? Ja, we zijn hier voor het koninklijk bezoek van onze koning en onze koningin aan het Belgisch koningspaar. Ja. En zo te horen komt hij niet uit België? Ja, dat klopt inderdaad, maar ik woon er wel. Oh. Ja, grappig. Hey jongens, wat doen jullie hier? Schoolreis. Ja, we zijn op schoolreisje. Ja. Toevallig tegelijk met de koning. Ja, heel toevallig. Heel toevallig. Ja. Wat vinden jullie ervan dat hij zo meteen hier is? Ja, ik had het niet verwacht, maar het is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Het is toch mooi om even mee te maken, zo in een ander land natuurlijk. Konden jullie net een liedje zingen? Kunnen jullie dat nog even een keer doen? Wat ben je nou aan het filmen? Wat ben je nou aan het filmen? Mensen. Spannend? Ik denk het. Ja, jongens, hij komt eraan hoor. Ja, hartstikke leuk joh. Nee, dat, Begint de spanning al een beetje op te komen? Ja, het was meer een beetje toeval dat ik hier ben vandaag. Het is eigenlijk niet... Nee! De bus! Nee! De koning is er! Echt geweldig! Kun je het een beetje zien? Nee, de bussen blokkeren echt alles. Ik heb er een beetje doorheen kunnen gluren, maar het is wel momenten die ik gewoon bij me ga houden. Dat is de eerste keer dat ik de koning zie, het is wel mooi gewoon. Hij is er eindelijk hoor, de koning. Leuk. Ja. Mooi. Hoe voelt het? Goed. Ja, toch wel een soort opwinding of zo. Gewoon nooit echt gezien en dan toch voor het eerste keer echt zien. Emotionele gevoelens bij mij. Emotionele gevoelens? Emotioneel. Vertel even. Positief. Ik ben blij. Een van de betere dagen van mijn leven. Twee koningen gezien en ik kom op tv. Ja. Geweldig dit. Hoe is het nou om ze zo te zien? Leuk. Beetje ver weg, hè, zijn ze. Heel ver weg. Wel ver weg, ja. Nou, lekker wuiven. Hij staat wel heel dichtbij nu, hè? Ja. Ja, wat vind je daarvan? Leuk. Heel speciaal ook. En waarom is het zo speciaal dan? Omdat hij de koning is. We moeten nog even roepen, kijken of hij nog hierheen komt. Ja. Ga dat maar even doen. Oké. We willen Maxima! Wat ga je dadelijk zeggen als ze voorbij komt? Nou, wie is de moeder of vader Argentijns? Vader is Nederlands en moeder is Argentijns. Mijn vader... Kijk, je bent dus als wij, hè? Ja, mijn vader is goed. Ik ben een Nederlander. Je bent een echte Nederlander. Maar wij zijn allemaal echte Nederlanders. Wat vond je ervan dat je zo met haar kon praten? Ik vond het echt heel cool. Ik denk dat ik dit voor altijd zal herinneren. Ik kon net de gezichten van de koning en koningin zien, dat is wel leuk. Hè? Maar u heeft geen handje kunnen schudden? Nee, ik stond net te ver weg, maar ik zag wel een aantal kinderen die dat mochten doen. Hè? Dus die gun ik dat toch wat meer hoor. Ik vind het al lang leuk dat ik mijn pak weer nog een tweede keer aan kan na Koningsdag. Dus ja, dat was genoeg.